Bij rechten denkt haast iedereen aan leugens en gedraai. Daarom typeert men vaak meteen een advocaat als haai. Negeer dat. Het is geraaskal en heel dwaas. Een enkeling wordt maar een haai, helaas. De rest is aas. Jij leeft nu voor bloed in het water. Hard misschien, maar raak. Nooit win je een zaak. Tenzij ook jij stiekem leeft op de smaak van bloed in het water. En als je het redt, dan snap je de pret. Zit net in die zet, zo prachtig is de wet. Meneer Schulz, een hypothese. Wilt u een van fraude verdachte bankier verdedigen in de volgende zaak? Een lieve oma gaf het spaargeld van haar leven aan uw cliënt, zodat dat meer wordt, dat krediet. Maar dan blijkt dat hij haar geld heeft uitgegeven aan seksfilms, aan callgirls en aan wiet. Nee, daar zou ik me niet aan branden. Fout, dit is een makkie. Voor wie er niet fragiel is, zij heeft niks. Dus de verdediging is ruk. Maak aannemelijk dat oma zwaar seniel is. Jouw man komt vrij en regelt hoeren aan één stuk. Let op het bloed in het water. Draai met je moraal. Grijp je jouw rivaal. Vergeet je je geweten meteen radicaal. Dus bloed in het water. Een zegen en een smet. Mevrouw Hoeps. Nog een hypothese. Acht u zichzelf de juiste advocaat voor de volgende cliënt? U verdedigt de verdachte van een huurmoord. Lid van de maffia, dus overal berucht. Is te doen, maar deze dom doodt per ongeluk een non. En hij rijdt over 3 puppies op zijn vlucht. Wat? U denkt dat ik hem niet verdedig omdat hij is wat hij is? Een typische man! Ach, jullie potten denken dat je zo stoer bent. Kijk haar, mijn commentaar heeft er beledigd. Zoiets gebeurt, maar schuif je woede aan de kant. Het is lastig als je een cliënt verdedigt en je wordt door je emoties overmand. Ik heb een praktijk, maar ik houd hier mijn ogen open. Ik zoek uit welke student van haaien stamt. Wijs er 4 aan als stagiair en al draag je mijn colbert. Jouw carrière zit gegarandeerd geramd. Vragen nog misschien? Nee, wat wil ik zien? Nou, ja, goed zo, ja. Vecht voor je gewin. Vecht van het begin. Ik zoek die 4 met een grote vin, ja. Bloed in het water, hoor jij met mijn kwartet. Sorry. Ach, zeg het eens. Mevrouw Woets, El Woets. Zo, iemand heeft al wat koppen koffie achter de kiezen. Wat een vrolijkheid. Mevrouw Woets, kunt u voor mij de zaak van het Openbaar Ministerie versus Hearn samenvatten? In 3 zinnen, alstublieft. Als het goed is, heeft iedereen zich ingelezen in deze zaak voor vandaag. Oh, nee. Ik wil eigenlijk antwoord geven op de puppyvraag. Maar ik vraag u om een samenvatting te geven van uw huiswerk. Nou, professor Kellen, doe niet zo raar. Wie geeft er nou huiswerk op voor de allereerste les? U heeft moed, mevrouw Woods. Mevrouw Kensington. Ach, stel, je bent naast je praktijk docent aan Harvard. Een mooie baan. Althans, daar gaan we maar vanuit. En je stelt iemand een vraag, maar die las niks voor vandaag. Laat u dat dan gaan, of... Nee, ze moet eruit.
kijk aan, zeg. Nou meid, je hoort het. Zo gaat het dus meestal. Een klasgenoot, die wordt jou dood. Jouw moed breekt hoog.